Eigenlijk is het allemaal begonnen met Oscar zijn snode handreiking NEN 2767 vorig jaar. En dat was ook gelijk de aanleiding om... laat ik bij het begin beginnen. Een korte introductie van mezelf. Mijn naam is Auke Visser. Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Delfland als procesbeheerder inspecties. En dat behelzen de reguliere inspecties, de droogteinspecties, maar ook eventueel inspecties voor calamiteiten en dat soort zaken. En daar hebben we altijd de digigids voor gebruikt. En dat is nog steeds een heel bruikbaar vehikel, zoals jullie vanmorgen ook hebben gezien, om zaken te klassificeren op het gebied van schades. Wat heb ik hiervoor gedaan? Ik werk slechts 2 jaar bij het waterschap. Ik heb hiervoor een kleine 25 jaar bij de Koninklijke Marine gewerkt. En ben daar ook in aanraking gekomen met GIS. En ik werd een beetje verliefd op GIS. Ik weet niet of GIS ook verliefd op mij werd. Maar met datamodellen, met zeekaarten vooral heel veel. Want ik werk bij de dienst der hydrografie. Zal ik zo meteen op de laatste sheet ook nog even op terugkomen. Nou, hoe het begon? Dat is dus met de handreiking van Oscar begonnen. De handreiking NEN 2767. En dat de NEN 2767, die zullen we dan ook eventjes kort behandelen. Zoals de vogel vliegt of in vogelvlucht, vogelaar. Wat zijn de zaken die benodigd zijn voor de techniek achter... Het inspecteren met die NEN 2767. En een stukje praktijk met mijn zeer gewaardeerde collega Piet Oudshoorn. Ik moet er even bij vermelden. Dit is echt Piet zijn allerlaatste werkdag. En hij mag ook nog hier komen in Burgerzoo om mij te ondersteunen. Jullie te ondersteunen met een kort interview. Dus dat, dank daarvoor Piet. En mogelijk dat we ook nog even toekomen aan wat discussie. Ik heb wat vragen tussendoor neergepend. En mogelijk dat jullie daar ook zelf, maar mij ook kunnen voeden met antwoorden. Dus schiet, ik sta open voor alles. Nou, hoe het begon? De handreiking. En in die handreiking, daar staat al vrij in het begin, daarom kan een NEN 2767 ook worden gebruikt bij reguliere inspecties. Nou ja, dat mooie kan je niet hebben. De NEN 2767 methode voor meerdere doeleinden kan worden ingezet. Nou, wat wil je nog meer? Dus ja, en bij mij ging het toen ook al een beetje te gisten en te borrelen. Zoals ik zeg, ik werk slechts 2 jaar bij het waterschap en heb daarvoor bij hydrografie gewerkt. Er zijn wat zaken in de digigids die niet helemaal af zijn. Er zijn open eindjes. Niet alles is voorzien van klassebreedtes, et cetera, et cetera. En juist in die 2767 NEN zijn er een hele hoop zaken die wel mooi afgehecht zijn. Je hebt een hele mooie... stappenmethode, je pelt als het ware je hele beheerobject, pel je af. Dus, je maakt gebruik van je ervaringen met diginspectie. Dat is een heel goede basis voor het schadebeeld. En je hebt ook gelijk de aanleiding om 1 mooi groot bestand te gaan maken waarin je alle inspectieresultaten kan proppen. En dat heeft weer als voordeel dat je dat heel goed kunt hergebruiken voor allerlei doeleinden. Ik zal jullie zometeen ook nog een paar screenshots laten zien. Voorheen werkten we namelijk met allerlei deelbestanden. Elke reguliere inspectie, beginnend op 1 oktober, begonnen we weer met een nieuw deelbestand, gegevensbestand, waarin de reguliere inspectie werd gepropt. Dat ronden we af op 1 april. Dan begonnen we met de droogteinspecties. Nou, dat ronden we weer af op 1 oktober, enzovoort, enzovoort. Dus elk half jaar ongeveer had je een
nieuw gegevensbestand. Dus die integratie van die verschillende soorten inspecties kan je daarmee ook bewerkstelligen. Je maakt één groot gegevensbestand waar je ook een differentiatie in kan aanbrengen. Of het een reguliere inspectie betreft, of het een droogteinspectie betreft. Is de melding door derden, komt het binnen via het klantcontactcentrum, et cetera, et cetera. Alvast een aantal vragen die jullie misschien mee kunnen nemen voor de discussie. Moet er altijd een decompositie van je beheerobject plaatsvinden? Dat is een vrij complexe operatie, dus is dat op zich nodig? Is de conditiescore noodzakelijk of wenselijk? En de conditiescore die volgt weer, kom ik zo wel op, uit het geheel van de beoordeling die een inspecteur eraan geeft. En wellicht dat iemand al de NEN 2767 heeft gelezen. Wat ontbreekt er volgens jou, jullie, aan? Of misschien is dat ding al helemaal compleet. Ik verwacht het niet, maar het is geen disqualificatie van je werk, hoor. Maar even in het kort de decompositie. We hebben hier een prachtige dijk. Ergens in het Overijsselse volgens mij was dat. We waren toen op werkbezoek. Zulke dijken krijg je in Delfland niet. Dus dat zo'n mooi groen, mooi weggetje erop. Maar de decompositie, het beheerobject dijk. Ik hou me even bij de dijk. En bij dat beheerobject er horen een aantal zaken. De elementen krijgen we erbij. Elementen, dat kunnen ook niet waterkerende objecten zijn of bijzondere constructies. Ik heb me hier even gefocust. Er zijn verrekte weinig niet waterkerende objecten aan de linkerkant, die bomen. Maar ik heb me even gefocust op de dijk zelf. Wat is een element? Dat kan een profiellocatie zijn, zoals het binnentaluut of de kruin of het buitentaluut. Als je verder gaat afpellen, de verkeerde kant op. Dan krijg je het bouwdeel. Het bouwdeel hoort bij het element. In dit geval de bekleding en het grondlichaam. Ga je nog verder afpellen, kom je op het materiaal. Dus je zit al op laag 4 eigenlijk. Gras, asfalt, nog meer gras. En uiteindelijk kom je op de 5e laag en dus het gebrek. Dus je gaat eigenlijk stapsgewijs omlaag in 5 niveaus. En van groot naar zeer klein. Nou, wat kunnen die gebreken zijn? Nou, in Delfland komen we dit soort drama's tegen. Houtige begroeiing in een buitentaluut van een regionale kering. Een natte plek. Die worden altijd op dit moment nog als serieus aangemerkt. De houtige begroeiing overigens vast gedefinieerd als gering. En de oeverafkalving. De Vlaardingse Kade is dit. En daar hebben we, ik moet zeggen, een apart projectje voor opgestart. Dit kon echt niet meer. Dus het is niet meer zo erg als dat het nu op de foto staat, gelukkig. Nee. Ik mag hopen van niet. Nee, dit is wel een project van, of een proces van enige tijd geweest, ja. Maar je ziet eronder dus gering, serieus en ernstig. Dat zijn op dit moment zaken die in een Excel-sheet, dat bij het boekje hoort, voorgedefinieerd staan bij de verschillende gebreken die er gedefinieerd zijn. Dus een houtige begroeiing is op dit moment voorgedefinieerd gering. Oeverafkalving, nou ja, in dit geval is hij ook wel ernstig, maar is voorgedefinieerd ernstig. Hoe kom je dan op die conditiescore? Want je hebt afgepeld, je bent van beheerobject ben je naar gebrek gegaan. En je hebt van het gebrek heb je dus de ernst heb je bepaald. Die was makkelijk te bepalen, want die stond al voorgedefinieerd. Gering, serieus, ernstig.
Maar dan moet je ook nog de intensiteit daarvan bepalen. En daar heb je 3 smaken. Begin, gevorderd of eind. Stap 3 is dan ook nog de omvang te bepalen. Incidenteel, plaatselijk, regelmatig, aanzienlijk of algemeen. En dat verloopt van kleiner dan 2% richting groter dan 70%. Die klasses zijn allemaal te lezen in de NEN 2767. Daar zal ik jullie verder niet mee bemoeien. Een vraag. Ja? 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 Serieus. Een voorbeeldje. Je hebt een ernst serieus. Die is in het eindstadium. De omvang is aanzienlijk. Bijvoorbeeld je ziet op een kadervak. Zie je dat het voor een behoorlijke hoeveelheid al is aangetast. Bijvoorbeeld door mollen of door bijvoorbeeld houtige begroeiing. Krijg je dus een conditiescore van 4. Nou, dan zit je al op matig. 1 is gewoon goed, of uitstekend. Als je op die 6 zit, dan is het slopershoogte. Dan is er eigenlijk gewoon onomkeerbaar en moet je gewoon direct gaan ingrijpen. Want dan is het gewoon gedaan. Dit is dan ook voor een, daar moet ik wel bij zeggen, voor individuele schades nog. Hè? Dus dit wordt nog niet toegepast op een compleet kadervak of wat dan ook. Dat is natuurlijk wel het ultieme doel waar je naartoe wilt. Maar daar zijn we nog niet. Dus we zijn nu eigenlijk bij stap 1. We zijn bezig met inspecties om het te doen. En te kijken naar individuele schades. Hoe we die gaan klassificeren. Ja? Ja? Ja. Dat kan, ja. Ja, je kunt het voor een individuele locatie zeggen, maar je kunt ook zeggen, die heb ik er stiekem ook al ingebouwd, dat je zegt voor een bepaald kadervak van circa 100 meter treffen we over 50 meter treffen we molshopen aan. Dus dat kan je ook al daarin kwijt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hele kadervak gelijk rijp is voor om dat helemaal op de schop te gaan nemen voor buitengewoon onderhoud of zo. Ja? Het optellen van die conditiescores doen we ook al, toch? Dus het aggregeren naar het hoger niveau, toch? Dat kan, ja. Maar zover zijn wij bij Delfland helaas nog niet. Maar de NEN zelf? De NEN zelf kan dat wel, ja. Ja. Nou, wat zijn de vereisten? Ik heb daar een app voor, of tenminste een app. Het is eigenlijk een formulier voor gemaakt. Je hebt er wel 2 apps voor nodig van ArcGIS Enterprise. Survey 1, 2, 3. 1, 2, 3. Field Maps. En als ondersteuning kan je ook nog eens een keer ArcGIS Dashboards en Story Maps gebruiken. Wat heb je nodig? Editor licenties voor de procesbeheerder, technisch specialist en eventueel andere ondersteuning. En je hebt natuurlijk licenties voor je inspecteurs nodig. Want die moeten mee op pad en die moeten ook data kunnen verzamelen. Zoals Piet dat heeft gedaan. Er moet een formulier aangemaakt worden. Nou, dat moet voorbereid worden in ArcGIS Survey 123 Connect. Dan krijg je dat is een module van Enterprise. Waarbij je dus met een behulp van een Excel-format het hele formulier op kan bouwen. Dat kan je testen ondertussen, et cetera. Dus dat is redelijk, tenminste als je er een beetje bekend mee bent, is dat redelijk eenvoudig te doen. Je hebt natuurlijk een telefoon of tablet nodig om de kaarten te kunnen laden en gegevens te kunnen invoeren. En uiteindelijk, er wordt automatisch een gegevensbestand aangemaakt waar je dus ook de gegevens invoert. En dat is dan weer beschikbaar via Portal
of via ArcGIS Pro. En daarnaast heb je nog training voor je personeel nodig. Nou, uiteindelijk ziet het er dan zo uit, zoals we het in Delftland gebruiken. Links een screenshot van Field Maps, waarbij je dus het kadervak waar je bevindt selecteert. Als je op deze knop drukt, krijg je meld een schade. Dan lust hij automatisch door naar Survey 1, 2, 3. Begint hij automatisch met het formulier waar je daarvoor nodig hebt. En kun je dus je inspecties soorten gaan invoeren. Je kunt zeggen welk beheerobject je hebt. Het element. En hier aan de linkerkant helemaal zie je wat voor een gebrek het is. Ik heb er tussen haakjes ook achter laten staan dat het ernstig is. Zodat je hier al gelijk een geheugensteuntje hebt. Dat je bij dit veld ernstig aanvinkt. En dan is het aan de inspecteur ook om te zeggen van of het in het begin of incidenteel is. Piet, ik zou jou graag even wat vragen willen stellen over hoe jij dit nou hebt ervaren in de afgelopen periode. Want nou, Piet is operationeel beheerder bij Delftland geweest. Kom er even bij. Laatste dag dus. En Piet heeft het afgelopen jaar vooral als inhuurkracht gewerkt. En heeft daarbij verreweg de meeste kilometers van allemaal gemaakt. Meer dan een derde van alle inspectiekilometers is door Piet gedaan. Hoe lang ben jij nou eigenlijk bekend met het inspecteren, Piet? Begonnen in het jaar 2008-2009. Toen ging ik nog even het eerst inspecteren met een G-tak, laptop. Een dik, zwaar ding. Die hingen wij met tuigjes om je schouder. En dan had je je zakken vol met accu's. Die waren zo groot als een VHS-band. En daar een videoband. En dan ging je mee op pad. En dan had je een fototoestel erbij. Dan maakte je foto's. En die, daar nam je het nummer van. Dat schreef je erop. Dat verwerk je in een formulier. En om zoveel tijd ging ik naar kantoor. En dan ging je die foto's dus daar brengen. En die werden gekoppeld aan die bestanden. Dus vroeger was echt alles beter? Ik vind het nu veel beter. Ah, gelukkig. Ja, dat is dus wel een voordeel. Dat is ook een van de zaken dus die jou is opgevallen. Dat het allemaal wat lichter is geworden, laten we zeggen. Het bedieningsgemak van zo'n app, hoe zit dat daarmee? Is dat oké? Ja, heel goed. Hij stopt. Nou, hij werkt heel fijn, hij is gewoon heel duidelijk. Er zijn wel dingen die vind ik dat veranderd moeten worden. Maar het is gewoon een fijne app. Hij is eigenlijk universeel, want je doet de droogtespectie ermee. We hebben van het jaar een proefpilot gedaan om binnen Delftland oeverconstructies in kaart te brengen. Van wat voor materialen en in welke staat ze zijn. En dat is eigenlijk dezelfde app. Iedereen kan ermee werken. Hij is echt eenvoudig en heel gebruiksvriendelijk. Maar dit hebben we zo afgesproken dat hij dat allemaal zo zou zeggen hoor. Dus. Nee, dat is fijn om te horen. Kijk, het is natuurlijk ook allemaal op dezelfde software gebouwd, maar het moet ook allemaal wel gebruiksvriendelijk zijn. Wat vind jij nou van de wijze van gegevens verzamelen? Is dat op de juiste wijze, is dat op goed gestructureerd, laat ik het zo zeggen? Bijna. Ik vind dat, we hebben daar vragen we ergens van het gebrek. En wat is dat? Dan hebben we bijvoorbeeld een boom op een kade. Dat is windworp. En daar staat achter dat ernstig is. Maar die boom kan ook op boezemland staan. Een heel eind van de waterkant af. Dan is het helemaal niet ernstig. Ik zou eigenlijk dat weg willen hebben. Dat je als inspecteur zelf bepaalt. Of dat ernstig is niet. Dat geldt ook voor afgolving. Weet je, bij die Vlaardingse vaart. Dat zag er heel slecht uit. Daar is het duidelijk ernstig. Maar je hebt ook plekken, daar valt het af. Maar dat is helemaal niet ernstig. Okay. Dan leg je het veel beter uit, vind ik. Ja, prima. Dat zijn van die dingen die we prachtig kunnen oppakken en dan kunnen verbeteren. Want ja, persoonlijk denk ik ook, van, ja, geef iets meer ruimte aan de inspecteur om de zaken te interpreteren. En daar ook
ja, niet helemaal een eigen sausje, want het is al redelijk geobjectiveerd natuurlijk. Maar ik denk dat je bepaalde subjectiviteiten wel in mag hebben. Dat, ja. Zijn er nog andere dingen die... sorry, ja? Ja? Want dit is volgens mij wat een beetje doorkijkt, wat mist aan die NEN. Wij zeggen, er moet nog een risicomatrix aan vastgeplakt worden. En dat zie ik op meer in het land gebeuren, hè, dat die conditie die is op zich wat het is, maar ik kan er niet zeggen dat het een risico is. Maar dat hoor ik nu ook zeggen. Ja. Algemeen zijn we het eens, het is slecht dat die bomen staat, maar het hoeft niet altijd een risico te zijn. Dus je hoeft niet altijd meteen te acteren. Dus dat is een paragraaf dat volgens mij, dat zie ik meer gebeuren al aan vastgeplakt. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is echt locatieafhankelijk waar iets een risico is of niet. Ja, volledig met je eens. Dus ik denk ook dat het qua opzet dat die NEN 2767 echt een hartstikke goed vehikel is. Maar er zijn wel punten die eraan verbeterd kunnen worden, tuurlijk. Ja. Zijn er nog andere dingen die jou opvallen in het gebruik van die app? Of is dat, Ja, ik zou wel willen zien dat de gebreken, dat die niet op alfabetische volgorde staan, maar gewoon een top 5, wat die wij hebben, want die heb je gewoon. Het is heel vaak, het is afkalving, het is windworp, het is slechte beschoeien. En dan heb je dus in dat lijstje, moet je scrollen. En als je een top 5 of 8 hebt, waar de meest voorkomende dingen bovenaan staan, dat zou heel handig zijn. Ja, dus gravity hoeft er eigenlijk niet in. Gravity hoeft er niet in. Nee, dat hebben we niet zoveel. Dat komt heel weinig voor. Of hij moet onderaan staan. Oké, nee, maar onwijs bedankt. Ook voor al die kilometers die jij in de benen hebt. En al die invoer die je hebt gedaan. Het is gewoon leuk. Hè? Top. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Het is gewoon verrekte leuk werk. En dat klopt. Nog andere vragen naar aanleiding van... Ja? Eigenlijk is het de algemene conditiescore van je waterkering kunnen gaan vaststellen. Mensen nu doen het net zoals met de fiets, is ook weer specifiek op de SARIS. Dat doen wij zelf ook. Ik zal altijd denken dat ook toen ik Oscar altijd bezig zou van... Dus de bedoeling uiteindelijk om alles maar een soort beoordeling te geven. Of zeg je gewoon alles wat je niet registreert is gewoon goed? Alles wat je niet registreert is gewoon goed. Ja. Ja, feitelijk wel. Wat ben je doet, moet je heel veel vastleggen en heel veel doen. Klopt. Klopt. Maar toch is dat wat bestuurders lastig vinden. Je krijgt de vraag, hoe ligt mijn waterkering erbij? En dan zeg ik heb 5 schades. Ja. Die kant dat ze horen, is het nou goed of slecht? En dat is het oordeel dat je de aggregatie, wat ik zeg, de taalconclusie van wat vind ik nou van die 5 stuks. Dat is volgens mij wat je uiteindelijk ook kunnen rapporteren als beheer. En dat is eigenlijk ook precies hetzelfde waar je met AI tegenaan loopt. Ik heb hiervoor bij jou gezeten over de duindorenherkenning. De eerste sessie in het auditorium. Je hebt ook bepaalde testsets of trainingdata nodig om te zeggen van dit is goed. En die digigids helpt daar nog steeds in, want daar staan nog steeds wel foto's in waarin staat dat het goed is. Dus we moeten die digigids ook helemaal niet weggooien. We moeten dat gewoon gaan ombouwen richting de NEN 2767. Ik ga nu al allemaal antwoorden geven, maakt niet uit. om klassenbreedtes in te bouwen, ja. Het meeste mag je gewoon overnemen van de vorige ronde, want dat is opgewijzigd. En dan ben je dus echt risicogestuurd bezig. Ja, nee, dat ben ik het helemaal mee eens ook. En, misschien wel interessant om te kijken om dan weer aan zo'n routinier te vragen van hoeveel tijd kost het als je niet alleen op
Nou ja, je kunt natuurlijk op kadervakniveau gaan kijken van waarom zie ik hier nou in één keer zo ontiegelijk veel puntjes ontstaan. En dan ga je naar dat kadervak kijken. Ja, oh ja, het zit bij de uitstroom van weet ik veel wat. Of net in een bocht of zoiets. Het is wel de bedoeling dat dit ook allemaal uiteindelijk gaat landen in ons nieuwe OBS. En dan wordt het ook gekoppeld aan een bepaald object. En dat is dan uiteindelijk waar je naartoe wil. Dan ben je veel meer in controle op je hele proces van onderhoud. Dan kan je veel meer te zeggen van deze strekkingen moeten we nu gaan onderhouden. Ja? Ja? Ja. Wij hebben... Wij zijn heel erg de winnende mensen. Wij zijn bij de MV van Nieuwland inspecteren wij nog steeds. Tot ergernis van de inspecteurs, hoe dus elk jaar weer hetzelfde schadebeeld wat er zit, maar iets beter voor het vastleggen. Ja. Ik heb heel erg de wens dat de schadebeelden van het jaar ervoor gaan aangeklikt kunnen worden. En dan bevestigd worden dat ze er nog in zitten. Dat dit ook, of dat die erger wordt of minder erg. Heb ik er ook ingebouwd? Ja, ik heb het in deze app ingebouwd. En dan kan je dus de punten van het vorig jaar kan je erbij pakken. Aanklikken. En dan je kunt via de pop-up in ArcGIS Enterprise, in je webmap, kan je dat helemaal configureren. En dan kan je dus ook zeggen welke velden je wel en niet wil tonen. Welke velden er wel en niet bewerkt kunnen worden, et cetera, et cetera. Dus als je dan de dataset van het jaar ervoor pakt, je klikt erop, dan kan je dus zeggen van, het is erger geworden, het is zoveel erger geworden, de afmetingen zijn toegenomen met zoveel. En je kan er nog een opmerking bij plaatsen. Ja? Yes? Ja. Je kunt natuurlijk niet nooit op zo'n kadervak terugkomen, maar je moet wel, ja. Ja. Nee, precies. Of je doet dat via een andere methode, maar het... Yes? Nee, klopt. Er zijn geen vaste afmetingen voor aangegeven. En dat is ook wel een punt, denk ik, wat nog ingebouwd moet worden in de hele NEN-systematiek. En zeker wanneer je over bepaalde vaste afmetingen van een kadervak praat, dan kan je dat wel met een percentage af. Maar als je... Oscar heeft er een aanvulling op. Ja, ik heb een gesprek gehad met de NEN-commissie over een heel aantal van de zaken die in de NEN 67 zijn ingebouwd. Daar zit een commissie achter die de methode controleert. En dit is typisch een van de onderdelen die voor waterkeringbeheerders veel terugkomt, omdat wij over het algemeen over veel grotere objecten praten dan zeg maar, de gebouwen waar oorspronkelijk de NEN 67 voor ontwikkeld is. Dus in afstemming met de NEN-commissie hebben we ook gezegd van ja, als je dit nu hebt bij dijken, geef je inspecteurs dan mee dat zij eigenlijk het schadebeeld kunnen beoordelen in een vlak van 5 bij 5 meter, of 25 bij 25 meter. En op basis daarvan bijvoorbeeld de intensiteit bepalen van de kale plek. Hoeveel kale plekken hebben we binnen? Het percentage binnen dat stuk. We hadden een voorbeeld vanuit Rijkswaterstaat die oevers inspecteren en ook de oeveraankalving, erosie van alle steenkleding. Ja, die hebben dus oevers in hun beheerregister zitten, die beheren objecten waar je op gaat inspecteren, van enkele honderd meters lang.
dan heb je dus een afkalving van een stukje van 4 meter. Ja, dat doet helemaal niks, hè. Maar lokaal is het natuurlijk heel ernstig. Dus op basis daarvan hebben we gezegd, van, hey, is dit nou een werkwijze? En dat zal in een update, in ieder geval in de methodische beschrijving, als we dat hier in de OPEC hebben gedaan, mijn volgende update worden meegenomen als advies, als richtlijn van, gaat op deze manier toepassen. Ik denk dat we daar al een aantal keer mee heel goed in uitgelegd. Dat is mooi om te horen. Ja, hartstikke goed. Waar waren wij gebleven? Gebruik van de informatie. Gebruik in ArcGIS Pro voor postprocessing. Er gaat natuurlijk wel eens wat fout. Mensen starten niet op een field maps, beginnen gelijk een survey 1, 2, 3. Het voordeel van het gebruik of het opstarten in field maps en het selecteren van een eigen kadervak is dat aan dat kadervak zitten al bepaalde gegevens gekoppeld. De gemeente waar het in ligt, het kadervaknummer, de polder. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste. Die worden dan ook gelijk meegenomen in de database naar het punt wat je, de melding die je doet in survey 1, 2, 3. Dus dat is wel een dingetje. In ArcGIS Pro kan je dat verreweg het handigste oplossing. Kan je een aantal objecten selecteren. En in Batch kan je dan de gemeente weer toevoegen of wat dan ook. Je kunt uiteindelijk, in een OBS kun je dus ook gewoon trajecten aan gaan wijzen van hier zijn wel heel erg veel meldingen van schades gedaan tijdens de reguliere inspectie. Maar ook tijdens, door derden bijvoorbeeld. Moet dat niet eens een keer naar voren gehaald worden in buitengewoon onderhoud? Want het begint nu wel heel erg de spuigaten uit te lopen. Waar we eigenlijk normaal gesproken vooral letten op de toetsing. Is die wel hoog genoeg? Nee, dit wordt nu ook gewoon ook meegenomen door onze mannen van de beleidsafdeling. Ik mag voor woensdagmiddag mag nog 60 trajecten gaan kijken. Dus dankjewel. Toewijzen van dagelijks onderhoud door de aannemer. Je kunt heel eenvoudig een veld opnemen waarbij je dus ook zegt van dit moet op zo spoedig mogelijke basis worden opgelost. De aannemer maakt je ook deelgenoot van jouw ArcGIS Enterprise omgeving via een login. En zij kunnen ook gelijk zien op hun tablet, pc of telefoon van waar ze moeten zijn. Wat er gedaan moet worden, dat soort zaken. Ja? Kijk je ook mee aan in wat voor kwaliteitniveau je terugverwacht? Zeg je, alles moet een conditie 1 weer zijn na werkzaamheden? Ja, ze krijgen de locatie door en Sumier staat er dan wat zaken bij beschreven. Echter, we maken natuurlijk voor de opdracht zelf wel een werkbeschrijving. En dan zeggen we van, jullie moeten naar dit punt toe. Dat wordt automatisch gelabeld. En dit en dit moet er gebeuren, er moet beschoeiing geplaatst worden, er moet klei aangevuld worden. Nou, ga ze maar door. Dus er zit wel een uitgebreidere werkbeschrijving nog achter. Nou, handhavingszaken is ook behoorlijk makkelijk om dat erbij te hebben. Bestrijding van schadelijke soorten, zoals mollen, muskusratten, dat soort zaken. Gelukkig hebben we nog geen bevers in de omgeving. Ah, we hebben wel een bever. We zien ze niet. En je kunt de data kan je ook heel makkelijk gebruiken voor een presentatie in een dashboard, wat ook in die ArcGIS Enterprise omgeving zit. Dus dat is ook weer toegankelijke datavoorziening voor de rest van de organisatie. Die hoeven dan niet moeilijk te doen met allerlei GIS-applicaties. Nee, die hebben gewoon alleen maar zo'n dashboard. Zometeen nog een screenshotje van. De data kan je ook voor rapportage gebruiken in storymaps. Niet geheel onbelangrijk, hergebruik van informatie naar andere waterschappen, overheden, universiteiten, onderzoeksinstellingen, etc. Dus dat, het mes snijdt aan meerdere kansen. De dataset wordt groter, completer, rijker. En als we er nog meer informatie aan kunnen toevoegen, is alleen maar goud. Dus de suggesties die hier gedaan zijn vandaag, top.
Nou, zoals het dashboard is ingericht, dit jaar 2117 meldingen van schades. Met op dikke nummer 1 de oeverafslag. En dit bedoelde Piet dus ook net. Maak gewoon een top 5 van je gebreken, meest voorkomende gebreken. Zodat ze niet die hele lijst hoeven door te scrollen. Precies. Nou, dat heeft andere redenen. Maar goed, niet inspecteerbaar is dat. Dan kunnen ze geen schadebeeld invullen. Dus dat, en ja, de overzichtskaart. Je kunt ook nog op diverse diagrammen kan je invoeren. Dat kan ik hier helaas niet hier selecteren. Polders, wat voor waterkering het is, de actie die benodigd is. De locatie, en de locatie bedoel ik daarmee, is het een specifieke locatie of betreft het een heel kadervak? Het element, de ernst, intensiteit en omvang worden ook nog apart benoemd. En het is wel de bedoeling dat dit nog wat uitgebreid wordt of misschien nog een ander dashboard aan toegevoegd wordt waarin het algemene beeld van alle schades wordt getoond. Ja, dat heb ik hier nog niet in verwerkt. Ja, dat heb ik hier nog niet in verwerkt. Dat is, dat doen we apart nog in Excel. En dat kan je ook weer een dump maken van al je gegevens uit je FileView database of uit je feature layer. En ja, in Excel kan je toch nog even wat makkelijker dat soort dingen filteren dan in ArcGIS Pro. Dan staat bij ons de discussie, hè? Dan heb je een aantal schades met een score 6. Ja, neem je dan die buurman met een score 3 mee? Ja, natuurlijk in de praktijk wel, maar is dat dan ook risico gestuurd? Dus dat zijn wel die dingen in de praktijk. Hoe ga je er pragmatisch mee om en hou je toch zuiver op die getallen? Wat je zegt, pragmatisch. Ja, kostenefficiënt. Ja, ik ben bijna af. Ja. Nou, eigenlijk zijn we hier al best wel veel verder mee gekomen. Moet er altijd de decompositie van een beheerobject plaatsvinden? Die heb ik eigenlijk nog niet teruggehoord. Moet dat altijd plaatsvinden? Ik zie daar instemmend geknik. Ja? Maar de decompositie zoals die in het begin heeft plaatsgevonden, tenminste zoals ik het getoond heb, ja. Dan heb je dus op één beheerobject vele verschillende vakken. Ja. Is dat niet een vreselijk ingewikkelde exercitie om uit te gaan voeren? Weegt dat middel niet op tegen de middelen? Of, nee, dat... Je kan aan de achterkant kunnen filteren, toch? Ja. De schade van je buitenbekleding vind ik belangrijk. Van de binnenbekleding wel. Ja. Afhankelijk wat het is. Maar... Ja, is dat een prioritering? Is dat ik denk wat je bedoelt ja. Voordat je gaat inspecteren, dat wij een totale areaal de positie hebben gemaakt. Ja. Dat je allemaal klaar hebt staan voordat het geïnspecteerd gaat worden. Of laat je, zoals jij nu hebt laten zien, de inspecteur in het veld. Decompositie bepalen. Ja, nou, dat is inderdaad de nuance, ja. Of kan je van het punt alleen maar melden. Ja. Later, koppelen. Maar heb je die decompositie ook daadwerkelijk nodig als inspecteur? Dat bedoelde ik hier inderdaad mee, ja. Ja. Nee. Precies. Ja, voor de inspecteur is het waarschijnlijk voldoende om alleen maar een lijnstuk te hebben waarop hij zich kan oriënteren en iets kan projecteren. Precies. Ja, dat zou in de toekomst kunnen. Als we allemaal hetzelfde beeld hebben van die bouwdelen, wat bedoel je nou met de buitenlid, wat bedoel je nou met de kraan, als we allemaal dezelfde tussen de oren hebben, dan kun je een inspecteur dat laten. Ja. Maar wij zijn nu nog van mening dat je dat aan de voorkant moet vastleggen, zodat we allemaal weten... Wat doe je nou met het stuk? Hoe noem ik dat dan? Ja, prima. Ja. Moet dat buiten? Zo'n inspecteur die gaat op zoek naar schade van het materiaal. En hij is daar buiten aanwezig en hij ziet wel of het materiaal er iets van vindt. Ja. De special joint in binnen wel rondom naar de bouwdeling die je in de beheer is. Ja. Dus je locatie moet ook wel goed zijn.
Dat moet wel 100% goed zijn, want dat... Ja, je werkt natuurlijk met een telefoon, hè? Het is geen telefoon, maar hooguit een nauwkeurigheid van 9 à 10 meter. Dus dat, die GPS-ontvanger die erin zit, is niet echt super. Nou, hier hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Maar zijn er nog nabranders op ook? Ja? Ik ben wel benieuwd. Ik vind de omvang, ik vind dat lastig in te schatten. Hè? Dus ik kijk zelf meer vanuit het veiligheidsperspectief. En dan is een weefhol, een kadebak, is qua omvang klein, maar... Hij heeft een groot effect. Dat wil je niet hebben, zeg maar. En als ik dan de conditiescore zie, dan is die omvang is eigenlijk bijna alles bepalend in die conditiescore. Dus ik vraag me af of een jullie te veel, zeg maar, de conditiescore aan de hoe jij dat ziet en hoe je dat in het veld ervaart. Misschien vind je daar ook wel weer je weg omheen. Ja, de omvang is nou net iets wat redelijk objectief is natuurlijk. En inderdaad, wat je zegt, de ingang van zo'n hol kan relatief klein zijn. Maar ja, wat eronder zit, dat is natuurlijk vele malen groter. En heeft een veel groter effect op dat dijklichaam. Dus, en dat zie je niet. Maar daar zijn, ja, dat is dus lastig voor een inspecteur ook om te detecteren. Zeker omdat het altijd om visuele inspectie gaat. We hebben geen grondradars bij ons of wat dan ook. Dus dat blijft wel een dingetje. Misschien wel. Ja, maar wordt dan je formulier niet te complex voor... om het in te vullen. Maar er zijn ook wel mogelijkheden voor om dat door te lussen. Ja, klopt. Hans, wat jij nog? Ja. Nader onderzoek. Ja. Dat is ook een van de zaken die de inspecteurs wel kunnen invullen ook, hoor. Dat er nader onderzoek nodig is of dat het gemonitord moet worden, dat soort zaken. Dat kunnen ze allemaal nog aangeven. Nee, maar precies. Een nader onderzoek benodigd, dat is wel iets wat... ja, concluderend denk ik, ja, de NEN 2767 kan je prima gebruiken voor inspecties. Er zijn nog wel een paar vragen. Ja, hoe wordt die conditiescore verder uitgewerkt? Daar heb ik ook nog wel vragen bij. Van hoe gaan we dat verder brengen in onze organisatie? Wat ik zelf heel graag wil, is dat we op veel verder gevorderde wijze nog gegevens uniform gaan vastleggen. Dus eenduidig vooral. Een goed datamodel is echt vrij essentieel de komende periode, denk ik. En daar moeten we met z'n allen wel aan gaan werken, is mijn mening. Decompositie, misschien moet je ook dat uitvoeren op meerdere schaalniveaus, dat je verder kan uitzoomen, meer voor het strategische beleid en verder inzoomen, zodat je echt op 1 op 500 zegt van nou, dit zijn al mijn vlakjes en weggetjes en perceeltjes. Daar is ook een grotere afstemming voor nodig bij de waterschap. Kijk bij andere sectoren. Nou, ik kom zelf uit de maritieme sector van oudsher. En de maritieme sector heeft heel veel samenwerking internationaal op het gebied van het maken van een geografisch informatiemodel. Dat heet S57. Dat zijn ze nu aan het migreren naar S10X. En dat is eigenlijk alles in één. Daar zou je dus ook bijvoorbeeld een legger en een keur en...
alles aan toe kunnen voegen. Die werken met zogenaamde registries. Iedereen kan daar zijn eigen registry in aanbieden. Tenminste, niet iedereen, dat moet wel goedgekeurd worden door de IHO. Maar als jij een bepaalde noodzaak hebt, bijvoorbeeld meteorologie, dan kan je dat in zo'n registry kan je dat onderbrengen. En dat is fantastisch strak geformateerd datamodel. Wat ze dus aan boord van zeeschepen, maar ook aan land, bij radarstations kunnen gebruiken om al hun informatie in op te slaan en uit te wisselen. En informatieuitwisseling is, dat hoorde ik laat de vorige presentatoren ook zeggen. Informatieuitwisseling is gewoon hartstikke belangrijk. Je wil gewoon van elkaar op de hoogte zijn. Weten wat het schadebeeld, je hoeft niet precies te weten wat het schadebeeld is in een ander waterschap, maar wel hoe ga je daarmee om en hoe kan je elkaar daarin versterken om het op te lossen. Dat was hem eigenlijk wel. Zijn er verder nog nabranders? Dank voor uw aandacht. Oh, nog één. Ah, Oscar. Dankjewel voor deze vraag. Wat ik dacht, ik maak ook even van de gelegenheid om even uit te leggen hoe het werkt. Waar we staan, waar we naartoe willen. En, hij is heel warm. Ik wil wel graag even toelichten waar we nu staan, zeg maar. Afgelopen jaar ben ik voorzitter geweest van de NEN-expertgroep waterkeringen. In principe is die expertgroep nog niet opgeheven. Nou, Theo heeft daar meerdere keren een bijdrage geleverd. Ik kijk even in de achterzaal. Voor mij heeft Peter ook nog wel eens even meegedacht. Gezien mijn een nieuwe functie, een nieuwe rol, zal er weer nieuwe energie moeten worden gestopt in deze expertgroep. Want de vragen die ik hier vandaag heb gehoord, die zijn natuurlijk heel evident. Daar moeten we ook iets aan, iets mee gaan doen. In de tussentijd, nadat de vorige de handboek is opgeleverd en de database die erbij zit, en die is inmiddels wel beschikbaar op de NEN 2067 website. Jullie hebben er allemaal een abonnement van gekregen, daar kan je bij, die kan je downloaden, kan je inzien. Maar die database heeft in de tussentijd, op basis van alle opmerkingen die we al gehad hebben, ook alweer een update gehad. Alleen die update die is nog niet doorgevoerd. En dat heeft gewoon even met een stukje aandacht en capaciteit vanuit mij, maar ook vanuit de NEN zelf. Waar ik dan nu vanuit de rol van STOA naar op zoek ben, is natuurlijk een soort revitalisering van die expertgroep. Zodat wij een soort update kunnen gaan maken van deze handleiding. Met dit soort vragen over hoe gaan we om met die beoordeling van intensiteit. Hoe gaan we om met inderdaad een boom die of op de kering staat of die in het achterland staat. Want dat heeft natuurlijk een heel andere risicoscore tot gevolg. En eigenlijk meer een soort duiding, een extra handleiding te gaan maken voor jullie als waterkeringbeheerder. Hoe je met die scores om moet gaan. Waarbij vanuit de NEN altijd wel even iemand zal meekijken van gaan die waterkeringboys niet de hele andere kant op met de NEN 2767, want dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. We moeten ons wel blijven conformeren aan het model, zeg maar. Vanuit mij meer een soort generieke oproep van wie heeft zin om daar eens over na te denken en mee te denken hoe wij dat in het najaar eigenlijk, want we gaan nu zo meteen natuurlijk allemaal eens lekker even op zomervakantie. Hopelijk geen hoogwatergolven meer deze zomer. En dan zullen we het najaar eens even kijken of we daar de expertgroep weer een nieuwe leven in kunnen blazen. Juist om dit soort vragen in een klein groepje de antwoorden aan kunnen te geven. Een update te maken van de handreiking en ook een update te maken van de database op basis van de resultaten die we hebben opgehaald. Dankjewel voor deze bijdrage in jouw tijd.